Dus nu is mijn vraag, de rol van onze koning gaat volgens mij veel verder dan dat. En is het niet absurd dat zij dus al die ministers staat, in dit geval als de verantwoordelijk, ja, dus niet minister, maar iemand van het koningshuis. Dus gaat de rol van de koning niet veel verder en zou hier niet de minister moeten staan in plaats van de koning in dit overzicht? De minister. Ja, wat was de vraag? Nou, ik ben niet bekend met het document, dus ik kan geen commentaar geven. Maar ik kom weer terug op de ministeriële verantwoordelijkheid van de MP. En het feit dat ten principale de koningin, haar majesteit de koningin, haar rol vervult, heel zuiver daarin is. En dat is een opdracht dan of als SGVN. In Nederland doet ze ook veel juist om financiële literacy, geletterdheid juist te bevorderen. Ook de geldwijzer, ze doet veel voor jonge studenten, jonge mensen op school. Alles maar om financiële bewustwording te bevorderen. En ik denk dat dat een groot goed is. En ik denk dat we daar met z'n allen dankbaar voor mogen zijn.